ik zou graag vrienden op de scène hebben. Want al deze fantastische kostuums zijn ontworpen, bijeengezocht, hermaakt en gemaakt. Hilde, mag dat hier zijn. En ik wil nog twee boeken geven aan de twee oorspronkelijke bedenkers en schrijvers van deze musical, Bart Peters en Jan Leijs. Ik wil jullie alleen ongelooflijk bedanken om met zoveel naar hier gekomen te zijn. Want wat is er fantastischer voor je klas om te spelen op hun opening night voor een volle zaal. Mijn fantastisch creative team in de bloemetjes, letterlijk heb ik al gezegd, maar Sébastien de Smet als regisseur. Woo! Mag ik een woordje van jullie vragen, zo gewoon ter aanmoediging van de hogeschool en de kunstopleidingen en het Bed de Jong Geweld? Wel, ik denk dat we als uit één mond kunnen zeggen dat wij redelijk bush bij zijn. Absoluut. Het is 33 jaar geleden. Het is 33 jaar geleden dat we dit stuk hebben bedacht. Het mag dus nu ook in de emissiezone in Antwerpen worden opgevoerd. Maar het heeft ons totaal overweldigd. We zaten naast elkaar en we hebben dikwijls tegen elkaar gezegd: ja, dit is gewoon veel, veel beter dan... Ja, nee. Ja. Niet alleen dan we het ooit hebben gezien, maar zelfs sommige passages dan we het ooit in onze fantasie hebben kunnen bedenken. Je maakt eigenlijk een soort recept en dan is dan een kok of een ploeg koks om daar iets van te maken. En wat we vanavond gezien hebben is gewoon echt stuk voor stuk ongelooflijke proficiat, ongelooflijke merci, ook aan het hele creative team, de muzikanten. Het is niet te geloven dat dit in laten we zeggen, eerlijk zijn, onder de algemene radar zou moeten blijven. Dit verdient een groot podium, veel opvoeringen en ik weet zeker dat we al deze mensen nog heel dikwijls gaan terugzien in... jonge generatie performers te springen en te swingen om de toekomst van het theater en de musical geweldig schoon te maken.